Er zit dus iemand bij Kruidvat, beste vrienden. Bij Kruidvat zit een persoon en die wordt helemaal gek. Want die heeft dus maanden geleden heeft hij een hele campagne bedacht met André Hazes. Die eigenlijk, en laten we even eerlijk zijn, hè, die al helemaal geen André Hazes genoemd meer mag worden. Naar de grote Hazes. Nee, absoluut niet. Nou ja, goed, daar kom ik straks nog wel op. In ieder geval, die man met de kruidvat, die had dat allemaal bedacht. Leuke campagne met een lied. En met een of andere hele verkeerde ketting. En ja, we gaan het helemaal maken. Maar hij heeft er niet op gerekend dat Nederland eigenlijk een beetje klaar is met die, ja, dan moet ik zijn naam weer noemen, die André Hazes. Maar dat is gewoon, als je nou toch even kijkt hoe dat allemaal gegaan is met die Hazes. Ruzie met zijn moeder, ruzie met zijn zus. Toen weer was hij ging hij trouwen met Monique, of was bij Monique. Toen ging hij weer naar Bridget Maasland. Toen ging hij weer naar Dikke Lippen, Sarah. En nou ja, goed, één grote klerenzooi. En Nederland is daar een beetje klaar mee. Met dat gedoe ook in die social media. En het hele management van die Hazes, die hebben dat ook allemaal niet in de gaten. En die sturen die jongen ook niet de goede richting in. Dus wat gebeurt er? Nederland denkt bij zichzelf, hey, de groeten met die Hazes. Want het is ook allemaal, het lijkt gewoon op familie Vlodder. Dat is het gewoon. Het is gewoon de familie Vlodder. En dus die Hazes, die mag ook eigenlijk, zei ik net al, niet zo heten. Die mag, die noemen we vanaf nu gewoon Vlodder Junior. Dat is hem. Ja, Vlodder Junior. Zo gaan we hem noemen. Nou, en Vlodder Junior, die loopt dan gewoon met zo'n verkeerde ketting. Met oranje op en noem het maar op. En mensen gaan allemaal tekeer op social media en zeggen van, wij gaan niet meer naar de Kruidvat. Kijk, dat krijg je ervan. En daarom zit die man bij Kruidvat. Die denkt, oh god, we hebben dus een imagoprobleem met die Hazes. Een imago kan je zomaar in no time afbreken, vrienden. Daar is niks voor nodig. En nu zit dus die Kruidvat, die zit met Vlodder Junior in zijn maag. Ja, en de mensen die roepen van, maar ik ga niet meer naar die Kruidvat toe, want ik heb er helemaal geen zin in. Als jullie met die Hazes in zee gaan, dus ik ga wel naar de Ethos of liever nog, ik ga wel naar de Trekpleister. Kijk, de Trekpleister, vrienden, dat is hem. Dat vind ik een goede naam. En daar zou ik ook naartoe gaan als ik jullie was. Hier, daar heb je hem. Dit is hem, de Trekpleister. En let op, dus dan plak je dit ding. Dan plak je die Trekpleister goed op je borst. Zo, kijk. En dan loop je daarmee rond. Zo van, wij gaan vanaf nu naar de Trekpleister. Ja, kijk. Schat. Wat is er? Wat is er? Dat is toch geen Trekpleister? Maar dit is een pleister, toch? Dit is, pleister, gewoon, ja. Dit is toch gewoon een Trekpleister, of nee, niet? Een pleister. Dit is een pleister. Ja, een Trekpleister is iets heel anders. Dit is geen Trekpleister. Dit is een pleister. Dit is een pleister. Trekpleister is gewoon een populaire plaats. Oh, een plek waar mensen, waar ze graag heen gaan. Oh, waar mensen graag komen. Ja. Dat is. God, dan verwar ik toch die woorden met elkaar. Trekpleister, denk ik. Trekpleister, pleister. En Trekpleister, plaats waar mensen graag. Oh, wat dom. Wat dom. Oh, god. En ik gun mezelf twee domme momenten in de maand. Stap pas aan het begin van juni.